Hele goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik ben 2 uur geleden wakker geworden. Toen heb ik gelijk mijn vlog gelopen editen die vanavond online kwam. Dat had ik gisteren nog niet gedaan. En toen heb ik me opgemaakt. Ik moet zo nog even douchen. Want ik word zo opgehaald om naar een event te gaan. Dat is een beetje een planning voor vandaag. Het is echt super lekker weer. Ik weet nu al niet wat ik aan moet doen. Ik vind het echt zo vervelend. Ik moest echt nodig mijn wimper extensions weer bijvullen. Maar helaas kan het op het moment niet. Want ik heb gewoon geen auto. Normaal gesproken zou ik met Ismee gaan, maar die is al geweest. Dus ja, het lukt me gewoon even niet dit keer. En toen wou ik me net opmaken, waren er allemaal gaatjes tussen mijn wimpers. Die heb ik opgevuld met individuele wimpers die ik al een tijdje geleden had gescoord bij AliExpress. Ik ben echt heel blij, want ik vind het echt... Oh, dan zie je het niet zo heel goed. Ik vind echt dat het er heel goed uitziet. Dit is wel een beetje heftig hier aan deze kant. Ik ga stuk. Maar ja, ik vind het best wel mooi. Snel even douchen, jongens. Ik heb dus net weer een beetje bruiningscreme opgedaan. En ik vind het echt zo erg stinken altijd. Ik weet niet. Ik heb gewoon nu een merk dat eigenlijk niet zou moeten stinken. Maar stinkt het toch wel. Of ik heb daar echt een neus voor of zo. Maar ik ga nu dus gelijk douchen. Ik heb het een uur geleden opgesmeerd. En eigenlijk moet je het gewoon een paar uur laten. Maar ik ga nu gelijk douchen. En dan ga ik het afspoelen met cremespoeling met een vanillegeur. Waarschijnlijk helpt dat. En daarna ga ik me insmeren met bodylotion met een vanillegeur. En hopelijk is het eraf. En dan spuit ik gewoon heel veel parfum op. Oh, ik kom net uit de douche. Ik heb echt zo'n gevoel dat vandaag mijn haar niet gaat zitten. En ik heb een half uur nu om mijn haar te doen. En mijn outfit uit te kiezen. Zo, ik heb me inmiddels klaargemaakt en omgekleed. Ik vond het echt zo moeilijk om te bepalen wat ik aan moet doen. En ik wil eigenlijk het liefst een blazer hieroverheen. Want ik voel me altijd zo heel erg naakt met een topje. Ik weet niet of jullie dat ook een beetje herkennen. Maar ik heb een topje aan van Chicwell. Die ik gisteren ook onder mijn blazer aan had. Met een zwarte rok van LA Sisters. En mijn sleehakken van, even kijken, boohoo.com. Ja, dat is het eigenlijk. En tegen de tijd dat deze vlog online komt, geldt mijn kortingscode van 50% korting nog steeds bij boohoo.com. En die is Miriam50. Ik ga even mijn outfit zo laten zien. Dit is mijn outfit. Ik word opgehaald door iemand die hier al lang moest zijn en die altijd te laat is. 3 keer raden wie. Ik ben inmiddels opgehaald door Selma. Het laat weer. Het laat, maakt niet uit. En wij gaan dus samen naar een event. We gaan naar de opening van Lash & Face Clinic. En de eigenares is Fatma. Hè? Ja. Zij behandelt zeg maar haar huid. En vroeger, toen was echt 2 jaar terug of zo, ja, heeft ze 1 keer mijn wimpers gedaan. Dus dat is echt wel cute. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker mee naar de opening met Selma. En wij gaan nu Marwa ophalen. Echt vet mooi. Maar ik ben niet tevreden. Nee? Oké, ja, jij weet gewoon hoe je moet poseren. Nee, maar jij hebt ook. Zij heeft echt een killer body. No joke. Echt waar. Wij zijn hier nog steeds. Ik denk dat we hier echt ongeveer al 2 uurtjes zijn. Die is. En we gaan nu de taart aansnijden. Kijk hoe cute. Oh, zo? Zo. Ik zou het beter. Wij zitten inmiddels op het terras. Ik heb net een cappuccino besteld. Ik ben hier nog maar steeds met Selma. Toegedwongen. Marwa. En kennen. Zo, ik ben net thuis. Ik heb echt blaren aan mijn voeten van deze schoenen. Ik heb echt een leuke dag gehad. Ik was met Selma, Marwa en Kenneth. We hebben echt heel leuk gehad. We zijn eerst naar het event gegaan. Daarna zijn we even op het terrasje gaan zitten. Lekker veel gekletst. Lekker gedronken. Echt aan mijn zin gehad. Het is ook super lekker weer. Dus ik ben ook echt vrolijk gewoon vandaag. Ik heb net mijn schoenen uitgedaan. Ik ga nu mijn schoenen uitdoen. Ik heb even mijn schoenen uitgedaan. Ik ga even iets chills aandoen. En dan ga ik even kijken wie er kan chillen hier in de buurt. Want het is super lekker weer. Ik wil gewoon ergens op het terrasje zitten. Ja. Ik ga me even snel omkleden. Nee, weet wat ik ga doen? Ik ga even douchen. Want ik heb best wel gezweet. Het is warmer dan ik had verwacht. Ik ga even deze kleren uitdoen. Die me echt strak zitten. Ik ga lekker een lange douche nemen. En Essie is onderweg naar huis. Maar dit even dat hij thuis is. Want
had een optreden in Uden of zo. En dan doe ik lekker een lekker outfitje aan. Kijk hun dan. Zelfde pose, bitches. Oh, pak haar, pak haar. Oh, pak haar. Lekker hoor. Lekker hoor, poepies. Hallo. Eentje voor jou. Oh, lekker. Oh, eentje. Lekker zeg. Oh. Nou, voel je jezelf maar zeg dat je thuis bent. What's up, bitches? Lang niet gevlogd. Ik ben thuis. I'm back, bitches. Chilling with the one and only Mariama. Mariama! En, oké, ik ga knuffelen, doei. Ik ga helemaal stuk omdat ik dat niet zo aan het doen is. Nancy, volgens mij stinkt jouw uit zo ergens wil gewoon vluchten. Oh nee, laat die Nari met rust. Oh nee. Dinari! Ah, zeg het weg. Shlonek, Aini, shlonek. Shimcha la'ala ayunek. Shkat shifta ayunana, wallah. Maak wa hala min ayunek. Ala, ala. Shkat shifta ayunana, wallah. Ala, ala. Hala min yil'ab, Jobi. Kom dan, geef dan, geef dan. Hala min yil'ab, Jobi. Je moet zo. Jobi is niet zo. Dat is zo. يلعب جوبي اي بنا Zo, ik had trek, want ik heb eigenlijk helemaal niet goed gegeten vandaag. Ik heb even een bonusrader gemaakt met tomaatjes, rode ui, peterselie, zout, peper, olijfolie, citroen komt er allemaal in. En Esme zei het ook al net, ik moet even oppassen wat ik eet. Dat is niet helemaal keto trouwens, er zitten bonen in. Maar goed, ik moet weer even langzamerhand weer het gaan oppakken. Mijn god, ik heb hier echt zoveel zin in. Het ruikt ook echt zo lekker, niet normaal. Zo, gaat Nessim lekker mee eten nu. Hij gaat lekker broodjes knakworst eten. Ik was aan het kijken en opeens zie ik dit gewoon zo dicht bij elkaar. Zijn ze nog nooit meer. Sinds zitten jullie zo dicht bij elkaar, bitches? Sinds wanneer zijn jullie zo dicht op elkaar aan het zitten? Ik ben heel erg bezig met editen. Waarom doe je zo'n lip? En ik vraag drie keer, vraag ik hem, wil je wel drinken? Nee, nee, nee. Of hij zegt ja, waarom wil je opeens wel drinken? Omdat jij een nippert bent. Zo, heb jij deze bank zo warm? Gewoon hebben we hier lekker geplast lijkt het wel. Het is zo warm. Jouw kont is zo warm. Wat wil je drinken dan? Kijk eens hoe onze is, kijk dan. Oh. Daar ben ik nog steeds. Oh, Dinari is zo lang. Zo lang. Oh, zo lekker ben je, Dinari. Wil je drinken dan, Nes? Nee, ik heb best wel veel in aanbieding eigenlijk. Ik ga sparen. Spa rood. We hebben dat niet meer. Ik heb die Turkse draad. Oh, hier. Spa rood. Je hebt echt zoveel geluk. Even heel snel van de tafel af. Kom eens. Met je dikke kont. Heb je al gezien dat mijn kat Dina gewoon een dikke reet heeft? Oh, big ass. Oh, oh. Oh. Waar is papa dan? Waar is papa dan? Naast ik zat Family Guy te kijken, heb ik echt helemaal geen zin in. Mariama. Deze film is abnormaal goed. Echt een aanrader. Gaat over een vrouw die getrouwd was. En huwelijk loopt slecht af. Ze gaan scheiden. Hij vindt een andere vrouw. En zij wordt psycho. Ik vind het een aanrader. Hey, jongens, wij gaan nu naar bed. We gaan eerst even lekker samen tanden poetsen. Lekker samen tanden poetsen. Ga even eerst samen tanden poetsen. Zoals je hoort. En dan ga ik even mijn gezicht reinigen. En dan gaan we lekker naar bed. Morgen moet ik vroeg op, want ik heb afgesproken. Met mensen. Morgen moet ik vroeg op, want ik heb morgen afgesproken voor een paasontbijtje. Honne Marink. Ik ga even vroeg afzetten. Doei jongens.